Hey, we hebben twee heel leuke meiden gevonden, zoals jullie misschien weten. En ik ga even naar ze op zoek, want ik ben echt super benieuwd hoe het met ze gaat deze week. Hey, Marieke, even een klein vragenuurtje. Ja. Nou, uurtje doen we maar niet, hè? Nee. Hoe is het? Ja, goed. Ik ben lekker bezig. Vind je het leuk? Ja, zeker. Ja, oké. Okay. Hey, jij bent bij ons begonnen vorige week, maar je werkt nog gedeeltelijk bij je oude werk, hè? Ja. Van Arendok schoenen. Mm-hmm. Dus ja, en wij zeggen altijd schoenen en borsten, dat is best goed te vergelijken met elkaar. Maar we zijn nu nog niet bezig met jou in te werken op het lingerievak, zeg maar. Mm-hmm. Maar eerst meer wat achter de schermen. Zodat je met Esther, klantenservice, de goederen en dergelijke, klantenbestellingen. Kun je eens vertellen, wat heb je tot nu toe allemaal gedaan en hoe vind je dat het gaat? Hoe vind je het überhaupt? Ik vind het sowieso erg gezellig hier. Ik heb al heel veel gelachen hier, sinds ik hier binnen ben gelopen. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Er is een hele positieve sfeer bij Naron. Daarnaast ben ik heel erg bezig met zoveel mogelijk op te slaan. Want jullie hebben want best veel, een systeem, hè? Wat heel veel verschillende handelingen betreft. En ik ben nu even bezig met een productbeschrijving tekstje voor op de webshop. Okay. Alleen, het is wel moeilijk, zeg maar, omdat ik natuurlijk nog niet weet waarvan de materialen zijn. Nee. Te weinig echt van het lingerievak zelf. Yeah. Maar ja, ik ben al een eindje, dus. Ja, oké. Okay. En het verwerken van die goederen, vind je dat, is dat leuk om te doen? Het leveren van die orders? Ja, het is prima om te doen. Hoe vind jij dat wij de spulletjes opsturen naar de klanten? Ja, leuk. Ja? Ik denk dat je wel een blij gevoel krijgt als je zo'n leuk pakketje in jouw brievenbus krijgt. Ja, krijgen we ook. En er zit altijd een leuk, wat is het, vaccinelichtje, zeepje, wat is het? Voor het luchtje. Dus dat is ook wel leuk. Ja. Ik krijg ook heel veel reacties altijd op. Maar dat is natuurlijk super leuk als je dan weet dat jij dat verzorgt. Dat die mensen gewoon een big smile op hun gezicht krijgen als ze jouw pakketje straks gaan ontvangen. Hè? En je bent extra blij met je BH, denk ik. Ja. Hey, je staat eigenlijk te popelen om die winkel in te gaan. Ja, ook wel. Want je wil het liefst gewoon met de klanten bezig staan. Maar we hebben daar gewoon goede afspraken over gemaakt. Maar wat kan als jij hen straks gaat helpen, wat kunnen ze dan van Marieke verwachten? Dat ik altijd eerlijk ben en dat ik je altijd als persoon help. Of jou, of dat ik altijd als mijn eigen persoon verkoop. Dus dat ik niet een of andere verkooptruc uithaal of zo. Okay. Dat kan je van mij verwachten, denk ik. Oké. Okay. En hysterie? Nou ja, ik denk dat het dan wel meevalt. Kom nou op! Je bent super enthousiast! Ja, oh zo. Ja, ik dacht dat je nog over de klant had. Nee, ik zou heel enthousiast natuurlijk de klant helpen, maar niet hysterisch. Nee, want ik moet zelf naar de klant luisteren natuurlijk. Ja. Nee, maar ze kunnen ongelooflijk leuke, gezellige en spontane meid verwachten. Ja, dat hebben wij nu in ieder geval al ervaren. Dus, je geeft het al een klein beetje aan. Je bent dan met de productomschrijving bezig. Want het is ook de bedoeling dat jij straks wat meer op social media en content en zo gaat doen. Maar daar heb jij ook in gestudeerd, hè? Kan je daar eens wat over vertellen? Ja, ik heb communicatie gestudeerd. Dus ik heb daar al op school vooral veel mee gedaan. Maar ik heb eigenlijk altijd wel in de detailhandel gewerkt. Vooral in de schoenen. Ja. Dus ik heb mijn communicatiekennis nog niet echt uit kunnen breiden. Nee. En dat hoop ik hier ook wel te leren. En ik hoop dat ik hier meer met creativiteit, met mijn tekstontwikkeling, met mijn taalontwikkeling, dat nog verder kan uitbreiden. Ja. Nou ja, het is duidelijk dat wij, echt de bedoeling is dat wij jou als volledige allrounder overal in kunnen gaan zetten. Alleen we zijn net begonnen en we moeten dat stapje voor stapje doen. En wij hebben er al vertrouwen in. Ja, ik ook wel. Ja, goed zo. Nou, kei leuk, dankjewel. En dan gaan we nu op zoek naar Clarieke. Even kijken of we die al druk aan het werk kunnen vinden. Er wordt ook al druk gewerkt. Badkledingseizoen staat op het punt van beginnen. Dus we moeten de winkel weer tip-top. Alleen vakjes weer opvullen. Clarieke is meteen gecharterd om daaraan mee te helpen. Hoi! Hallo! Daar zijn jullie. Ja, daar zijn we. Hey Clarieke, jij bent bij ons ook vorige week begonnen, net als Marieke. Yes, zeker. Jij bent aangenomen in de functie van shopmanager.
Jij hebt een opleiding ook wel in die richting gedaan. Je hebt een HBO-opleiding gedaan. Kun je daar wat over vertellen? En jij verwacht dat dat aansluit bij het werken bij ons? Ja, nou, ik heb Small Business en Retail Management gedaan. En daarbij kijk je eigenlijk wel naar de retail, of je het zelf op wil richten, of dat je eigenlijk het hoge management kan doen in de winkel. Ja. Dus dan heb je het vooral gehad over klanten, over verkoop. Marketing had je het over, als je kijkt naar marketing. Ja, maar ook als je zeg maar een nieuwe strategie wil ontwikkelen, waar kan je het beste naar kijken, wat wil ik wel, hoe kan je die het beste benaderen. Ja, dus je hebt echt geleerd om niet alleen voor de schermen goed te functioneren, maar ook te begrijpen wat er achter de schermen gebeurt om in een retailorganisatie te kunnen werken en wanneer een retailorganisatie wel niet goed draait. Ja, okay. En herken je ook al wat? Want ja, het is je tweede week. Herken je ook al iets van wat je in je opleiding hebt gehad, wat je nu terugziet in de winkel? Of is het toch wel heel anders? Ja, ik vind het wel anders, maar het is misschien ook omdat je als je... Of is dat omdat wij anders zijn? Dat sowieso. Ja, oké. Nee, maar ook omdat je dingen die je op school leert en je werkt ergens, dat ga je uiteindelijk altijd automatisch toch wel toepassen. Wat wel anders is, is dat ik natuurlijk veel meer met jullie mee mag kijken en gewoon denk hier eens over na, denk daar eens over na. En als je dan gewoon een bijbaan hebt waar je werkt, dan wordt er eigenlijk niet nagevraagd. Nee. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, oké, top. Hey, en nou ja, we zijn al echt bezig met jou in te werken in het lingerievak ook echt. Je gaat al mee echt de paskamers in. Mm-hmm. En het grappige is, want jij hebt eigenlijk ook een lingerie achtergrond. Ja. Want je maakt zelf lingerie, je ontwerpt zelf lingerie. En toen hoor ik jou 100 keer zeggen, dat wist ik echt niet. Oh, zit dat zo? Ja, zeker. Kan je daar eens wat meer over zeggen? Ja, tuurlijk. Nou, ik ben vooral, ik maak het vooral. Ja. Dus dan zit je gewoon vooral daar. Echt mooi maken met mooie materialen. Dat bedoel je dan. Ja, echt geweldig. En nou ja, dan ben je niet altijd bezig met, het is wel belangrijk dat het goed zit. Maar jullie zijn zo gespecialiseerd in hoe het perfect zit. De tips die je krijgt, borst naar de neus, optrekken. Nee, daar had ik echt nog nooit over nagedacht. Maar je hebt het ook bij mij gedaan en ik voelde meteen het verschil. En ik zag het ook, dus... Ja, dat blijft wel hangen daarna natuurlijk. Ja. Wat mij ook nog zo bijstaat is op een gegeven moment dat we het hadden over dat de onderkant van de cup niet elastisch moet zijn om goede support te geven. Mm-hmm. En dat jij toen echt zei van, hoe kan het dat ik dat op die lingerie cursus eigenlijk, dat zulke dingen nooit gezegd worden, zeg maar. Ja. Dus, maar ja, goed, dat heeft denk ik vooral ook mee te maken dat wij natuurlijk super gespecialiseerd zijn in die grote cupmaten waar de support het allerbelangrijkste is. Dus, en daarnaast moet het er mooi en leuk uitzien, maar het moet gewoon vooral heel goed zitten en lekker zitten daardoor. Ja, vooral de klachten wegnemen die de pijn veroorzaken. Ja, precies. Die BH moet echt de buus, de boel ophouden. Naar voren. Oké. En nou ja, goed, je zegt dat, want je loopt met ons mee. Een beetje kijk je ook achter de schermen. Dat proberen we ook echt meteen van het begin af aan te doen. Daar heb je eigenlijk ook al van gezegd, dat vind je hartstikke leuk. Kan je daar nog iets meer over zeggen? Of heb je zoiets van, nou, dat vind ik nog, daar weet ik nog net te weinig van, maar ik voel dat ik dat wel mee ga krijgen. Ja, ik weet er nog niet zo heel veel van, maar het is gewoon heel erg leuk dat je nu een keer, vroeger kon je wel heel veel denken hoe het beter kon. En nu wordt het juist gewaardeerd als ik het ook zeg. Het is superleuk om het team te leren kennen en te kijken van, goh, waar zou erover na te denken, vooral ook, waar is iemand op zijn best. Dus dat is wel heel tof. Oké, nou, superleuk. Ja. Vind je het leuk? Ja. Wij ook. Dank je. Ja. Ja, superleuk. En cool dat we even een leuke filmpje mochten nemen. Ja, dat hoort ook een beetje bij een rol. Dus ik ben er maar van staan. Het is mijn eerste keer. Ik weet niet of jullie konden werken. Maar het komt. Komt goed. Wel beter. Komt goed. Dank je wel. En heel veel succes. En wij hebben er alle vertrouwen in. Top. Oké. Dat zijn ze. We zijn er echt tot nu toe ongelooflijk blij mee. Heel erg positief. En iedereen reageert ook heel erg leuk in het team erop. En we zijn vooral ook super benieuwd hoe jullie het als klant gaan ervaren. Dat we ons team nou helemaal op orde hebben. En hoe de meiden in de praktijk gaan zijn. Tot gauw!